De dood van Julie van Espen maakte van justitie en veiligheid onverwacht campagnethema's. De trage werking van het gerecht, de stroeve samenwerking soms tussen justitie en politie, de strafuitvoering die vragen oproept. En dat ondanks de goede voornemens van de bevoegde ministers die aanvankelijk als een stevig duo aantraden. Bart Aerts en Vicky van den Berg. Jan, je moet hier is het mooi en ze willen ons fotograferen, want de gang is zo mooi. Ja. Hier in het paleis, je weet nooit waar het plafond zal naar beneden vallen. Personeel heeft hier al alles gezien. Schimmelgroei, grondverzakkingen en waterschade. Het is eigenlijk met deze regering, Koen en ikzelf, dat inderdaad die gevels gaan hersteld worden. En onze neuzen staan in dezelfde richting. Als u dat wil zien met de camera... Minister van Binnenlandse Zaken Jan-Jan Bon wil de dreigende situatie vanuit Molenbeek opkuisen. Ik zeg vooral dat we moeten zien dat we dat terrorisme in Molenbeek opkruisen. Een drama zoals die in Parijs te vermijden. Wel, hopelijk in de toekomst dit niet meer voor te hebben. Where the fuck is soldiers? Midden in de oorlog verlaat je het slagveld niet. En ik wil samen met de regering, het parlement en de hele Belgische bevolking aantonen dat we die strijd tegen die barbarij gaan winnen. Ja, als een jonge premier je ervan overtuigt dat het belangrijker is om vol te houden, ja, dan denk ik, het gaat niet over ons. Dan moeten we onze politieke verantwoordelijkheid nemen door verder te gaan. Dat één iemand hier op zijn minst nalatig was geweest in een dossier waarvan je de eerste moment aanvoelt dat het hier over terrorisme gaat. Het zijn namelijk de politici die ervoor gezorgd hebben dat dergelijke hangsters kunnen vroegtijdig vrijkomen. Het zijn ook de politici die ervoor gezorgd hebben dat bijvoorbeeld de federale politie een tekort heeft van 22% aan personeel. Je vous promets que vers la fin de cette législature et je serai en dessous de 10 000. J'ai toujours tenu ma parole jusqu'ici. C'était drie weken lang opgesloten. Eergisteren is er een moord gebeurd. De compensatie krijgen we appelen. We zijn beesten in de zaal. We zijn geen mensen. Ik kan dat niet meer tegen. De gevangenis van Dendermonde is al 10 jaar in de maak. Er zijn al miljoenen betaald, maar er ligt nog geen één steen. Men betaalt havenarbeiders om die druk succesvol door die haven heen te krijgen. In totaal 75.000 euro, waarvan ik 50 zou opstrijken. We hebben voorbeelden waar vingers afgeknipt worden, dus het zijn geen doetjes. Eindelijk zijn we er klaar mee met het blauwdruk van het stroomplan. Nou, daar is eigenlijk vrijwel niks van uitgevoerd. Die extra capaciteit op niveau van magistraten is er niet gekomen. In andere aspecten blijft justitie altijd een beetje achterwege. Dat is echt het zwakke broertje. Als men een zwarte piet naar mij schuift op een onterechte manier, dan durf ik zeggen dat de federale gerechtelijke politie, met name in Antwerpen, onderbemand is. Het laat niemand onberoerd, hè. Zo'n levenslustig, prachtig meisje dat blijmoedig de lens inblikt. Het heeft de maatschappij beroerd. Het heeft justitie nog maar eens in vraag gesteld. Hier zijn er toch een aantal dingen fout gelopen, hè. Ik betreur ten zeerste dat deze zaak niet sneller is aangepakt op het niveau van het Hof van Beroep. Het is gewoon een feit dat we in de zomer van 2018 met die enorme onderbezetting kampten. Heren, ja, Koen Geens, Jan-Jan Bon. Als je dit allemaal op een rijtje ziet, dan lijkt het alsof het vertrouwen in justitie en politie bij mensen toch wel een knauw heeft gekregen. Niet alleen vanwege de zaak van Julie van Espen, maar ook al eerder. Ervaart u dat ook zo? Wel, ik denk dat justitie, ik zal spreken voor justitie, al een hele tijd niet op de nummer 1 staat in zaken vertrouwen. Dus dat is niet zo nieuw aan deze legislatuur. Justitie moest dringend gemoderniseerd worden.
We hebben daar maximaal inspanningen voor gedaan. Er is deze legislatuur heel veel gebeurd. Er is heel veel operationeel en wetgevend werk gebeurd dat justitie meer performant moet gebeuren. Er ligt ook nog heel veel klaar, dat zelfs al in het parlement ligt. Je kan die tanker niet op 4,5 jaar keren. Ik kan wel zeggen dat er inspanningen gebeurd zijn die bij wijlen bijna bovenmenselijk waren. Ja, maar tegelijk, het is, staat op plaats 3 en 4, vertrouwen in justitie en een performante politie in de enquête die VRT organiseerde. Dat is heel belangrijk. Het is wat mensen van de politiek verwachten. Mm. En dan lezen ze in de krant dit weekend over de politie bijvoorbeeld. Ja, onderbemand, heel erg onderbemand. Mm. 10.000 zaken worden geseponeerd bij gebrek aan personeel, dan is het niet moeilijk dat mensen denken, hoe kan dit? Draait dit nog? Over de cijfers van die zaken geseponeerd, ik zou dan toch een degelijker studie willen hebben dan wat het laatste nieuws daarop gedaan heeft. Maar, de agenten die werden geïnterviewd bevestigen het wel. Hè? Feit is wel dat toen zowel Koen als ik op onze respectievelijke departementen kwamen in 2014, dat je het effect van jarenlange besparingen op het veiligheidsapparaat hebben aan een lijve ondervonden. En zowel op justitie als op politie zijn we toen aan een grondige, het regeerakkoord was daar zeer duidelijk over, zijn we aan grondige hervormingen begonnen. En zijn we op dingen gestoten die we aan het begin van de legislatuur niet wisten. Ik praat over de onderbezetting, dat wisten we. Zijn ook heel snel bij de politie. Er zijn ook heel snel budgetten voor vrijgemaakt. En je ziet dan dat het apparaat van de politie, het recruteringsapparaat, niet volgt. Ja, dat 2000 agenten nog altijd tekort. Dat de budgetten die er waren voorzien, dat is de verantwoordelijkheid van de politiek om budgetten te voorzien, dat die zelfs niet opgeraken op het einde van het jaar omdat men niet volgt. Dus wat hebben we dan gezegd? Dan moeten we het recruteringsapparaat doorlichten. Dat is gebeurd. Een studie op losgelaten met een erkend of een bekwaam consultantbureau, die hebben een nieuwe blauwdruk voorgelegd. Die blauwdruk wordt nu geïmplementeerd en dat zal effect... Maar zo je zegt, het heeft zoveel tijd nodig, zien we de verkruimelende... U mag zo reageren, de verkruimelende gebouwen van justitie, ook van politiediensten hier en daar, auto's die kapot zijn, waar de agenten mee moeten rijden, wordt gezegd. Daar wil ik op zeggen. En in de gebouwen hebben we investeringen gedaan. En in de wagens. Maar de puinhoop die we aantroffen was dermate groot dat je op regeringsvlak, en ik begrijp het ook, niet de budgetten vrij kreeg, omdat op 2-3 jaar tijd, dat is ook een geleidelijk proces. Ik heb prioriteit gegeven in de bestrijding, en ik denk dat collega Geens hetzelfde gedaan is, de bestrijding van terrorisme. We hebben samen de special forces, de speciale eenheden, gaan bezoeken toen ze de aanslag in Verviers hadden verijdeld. Wat wij daar gezien hebben, was hallucinant. De scherpschutters stonden daar met wapens die ze 8 jaar ervoor gekregen hadden van de Nederlanders die na 10 jaar gebruik hadden afgeschreven. Dus ik heb prioriteit gelegd, samen met Koen. Keuzes moeten maken. Ja. Je moet met geld keuzen. En dus de capaciteit globaal van de politie is toegenomen, maar het werk is zeker niet af. Ik hoop in het grond van mijn hart dat de volgende regering, wie dat ook mogen vormen, dat ze en het hervormingswerk op justitie en het hervormingswerk in politie verder zetten. Dat is strikt noodzakelijk. Meneer Geens, u zei, ik wil niet opnieuw minister van Justitie worden als het budget niet verdubbelt. 750 miljoen erbij. Ja, is daarmee opgelost? Verdubbeld is dat niet. Hè. Ik kom van een kleine 2 miljard. Qua personeelskosten begrijp ik. Nee. Het is dus de regie op dit ogenblik en justitie samen hebben een 3 miljard. En dus de justitie is de grootste klant van de gebouwen. Dus in die zin mag ik zeggen dat op dat totaalbudget, ik denk dat er een 750 miljoen, dat is een kwart, moet bijkomen om die werking ernstig te waarborgen. Dus bijvoorbeeld voor de gebouwen. Hè. Ik heb samen met collega Jan Bon, met Jan, gevochten om die situatie zo goed mogelijk te krijgen. Maar het is duidelijk, er ligt een heel plan klaar. Ik heb ook 7 gevangenissen in aanbouw, 3 justitiegebouwen in aanbouw, maar ik moet zo kunnen bouwen, dat er 250 miljoen moet bijkomen voor de regie op jaarbasis. Voor de politie raam ik de noodzaak. Ik vind dat de federale politie meer bestaffing verdient. Ik weet dat de recrutering een probleem is, maar vandaag zijn er 35.000 lokale politieambtenaren. We hebben er maar 13.000 op federaal vlak. Ja. En maar 4.000 voor de gerechtelijke politie. Daarom vind ik dat we daar echt zeker voor de gespecialiseerde eenheden, niet alleen de DSU, de vroegere Dian, maar ook voor de computereenheden, voor de corruptiebestrijding enzovoort, onze uiterste best moeten doen om meer en betere mensen aan te trekken.
trekken. Die politie werkt schitterend, maar ze zijn, denk ik, daar met de wijn. Mag ik voor justitie zelf nog even zeggen? Voor de gevangenissen op zich, voor de werking binnen de gevangenissen, moeten wij veel meer psychologische begeleiding aan te trekken. Daar ook is zeker, hè, voor onderhoud van die totaal versleten gebouwen uit de 19e eeuw, 60% is uit die eeuw, moet ik geld hebben. En wat betreft de magistratuur en de informatica is ook een belangrijke nieuwe investering nodig. En ik zeg altijd opnieuw, het gaat niet alleen over mensen, het gaat ook over infrastructuur en technologie. Het is daar bent u het eens, denk ik. Hè? Maar nu hoor ik u zeggen van, het is een erfenis van het verleden, dat klaar je niet op 5 jaar. Budgetten zijn ook niet groot genoeg. Maar toch blijft het beeld van, zelfs als politie en justitie dan hun werk doen, een misdadiger wordt geklist, dan kan het nog dat hij de facto niet echt gestraft wordt, want bijvoorbeeld de gevangenissen zitten vol, om maar iets te zeggen. Ja, maar dat is niet juist. Het is niet omdat de gevangenissen vol zitten dat de mensen niet gestraft worden. We zitten op dit ogenblik met een overpopulatie van een 10-11% in de gevangenissen. Het is zo dat in gevolg van een circulaire die al bestond onder de vorige regering, ja, wij de kortgestraften, ja, niet altijd opsloten in de gevangenis. Behalve, en dat zijn de meeste, illegalen zonder verblijfsvergunning. Die werden ook als ze kort gestraft werden opgesloten. Men mag dat niet uit het oog verliezen, dat gebeurde altijd een tweede. Maar u pleit eigenlijk ook voor alternatieve straffen. Ja, maar eerst en vooral wil ik toch zeggen dat ik tot het einde van de legislatuur gestreden heb om de wet Lejeune opnieuw in te voeren. Samen met de Zweedse meerderheid ben ik daarin geslaagd. Dus 2/3 voor recidive, want het grondwettelijk hof had die wet uit de 19e eeuw terzijde gesteld. En om ook de kortgestraften eindelijk, ja, door de strafuitvoeringsrechter te laten berechten, zodat ze naar de gevangenis moeten. Ja, dus toch mensen naar de gevangenis, alternatieve straffen. Zeker en vast. Moet ook kunnen. Bent u daarmee eens of ziet u een andere oplossing voor het probleem van straf? Maar kijk, ik ben het eens dat de rechter een palet heeft van straffen die kan uitspreken. En daar kunnen werkstraffen bij zijn. Maar het is de rechter die beslist welke straf dat is. En dan denk ik dat wij als overheid wel moeten in staat zijn om die straf ook effectief uit te voeren. Als de rechter iemand naar de gevangenis stuurt, moet er gevangeniscapaciteit zijn om die op te vangen. We hebben gevangenissen in aanbouw. We hebben gevangenissen waar we dendermonde 10 jaar aan het procederen zijn, tussen enkelingen, dat gaat niet over burgers, enkelingen die al 10 jaar verzet kunnen hebben tegen de gemeenteraad van Dendermonde vindt dat die gevangenis er moet komen. De provincieraad van Dendermonde, van Oost-Vlaanderen dan, vindt dat die gevangenis er moet komen. Het Vlaams gewest vindt dat die er moet komen en de federale overheid, wij vinden dat die er moet komen. Ik vind op een bepaald moment in zo'n procedure moet je kunnen zeggen, nu primeert het algemeen belang boven het particulier belang. Als alle democratisch verkozenen zeggen die gevangenis moet er komen, is het eigenlijk onaanvaardbaar dat men dat 10 jaar kan rekken. We zijn nu aan het einde van de procedureslag, dus het zou moeten kunnen gaan. Hetzelfde Haren, de gevangenis in Brussel. Ook voor een weg die daar zou lopen, die er eigenlijk niet meer te zien is. Maar, en men kan dat allemaal aanwenden om iets wat algemeen belang, waar iedereen naar snakt, als je de toestand ziet. Ja, dat is eigenlijk, zegt u, de burger die om meer veiligheid vraagt, werkt zichzelf tegen. Maar ik vind dat de burger tot in zekere mate de procedure moet kunnen voeren. Hè, dus duidelijk. Maar 10 jaar aan een stuk, terwijl iedereen die beslissingen op dat vlak moet nemen, zegt van, maar nee, die gevangenis moet er komen. Allee, ergens moet dat stoppen en moet je het algemeen belang boven het particulier belang. Tweede element, denk ik, je kan beslissen om een gevangenis te bouwen eer je de eerste gevangenen naar daar kan brengen. Daar gaat, wie dat ook de regering is, wie dat ook de meerderheid uitmaakt, daar gaat een tijd over. Laat ons maar zeggen, jaren. Ondertussen, en wat intussen? Ondertussen denk ik dat je voor alternatieve capaciteit. We hebben in Tilburg gevangenissen gehuurd. Wel, als we capaciteit nodig hebben, laten we terugkijken. En dat is op korte termijn te realiseren. Alternatieve capaciteit of alternatieve straffen? Want dit is toch een ander verhaal? U mag niet vergeten in heel het overbevolkingsverhaal dat ik 1000 gevangenisplaatsen heb verloren tijdens de legislatuur. Inderdaad door de sluiting van Tilburg en doordat Forst en Merksplas alle twee zodanig versleten waren dat de burgemeester of de brandweer heeft gezegd die moeten voor de helft gesloten worden. Alternatieve capaciteit is goed genoeg. Maar dat is een heel transport. Je moet goed weten dat Nederland niet bij de deur ligt. Dat moet ook gebeuren. En bovendien hebben we nu 7 gebouwen
die gepland zijn en die vooruit moeten gaan. Dus ik maar zou zijn toch die even... er dan al in de volgende wel, legislatuur? De haren zou er moeten staan, dat heeft men al dikwijls gezegd, hè, dat weet ik wel, maar haren zou er moeten staan tegen begin 2022. Daarnaast is het zo, alternatieve straffen, wij delen per jaar 10.000 werkstraffen uit. En de federale overheid subsidieert daarvoor de gemeenschappen om die werkstraffen zo goed mogelijk toe te bedelen. Wat we te weinig doen naar mijn smaak, is de autonome probatie. Dat wil zeggen, iemand wel een straf geven, maar zeggen, kijk, u moet bijvoorbeeld een desintoxicatiekuur gaan volgen. We steken u in de zorg in plaats van in de gevangenis. Maar het probleem is complexer dan het lijkt en het is niet op 1, 2, 3 op te lossen. We hebben 1700 mensen die gerepatrieerd worden per jaar uit de gevangenis. 1700. Dat was onder collega De Blok en collega Turtelboom 600. Dus dat is enorm gestegen. Dat is samen met, maar het zijn allemaal kleine beetjes. Het zijn geen kleine beetjes. Nee. Dat is substantieel. Maar men zal op termijn, en daar is het masterplan 3 voor, in een excescapaciteit moeten voorzien, zodanig dat golven kunnen worden opgevangen. Want men mag niet vergeten, iedereen die in de zorg wil, in een jeugdinstelling, in een psychiatrische instelling, die kan alleen binnen als er een bed is. Ja. In de gevangenis kan iedereen binnen, ook als er geen bed is. En dus is dat moet een er oplossing, een soepap, meneer Jambon? Of zegt u van, ja, in de ideale wereld misschien? Nee, de bijkomende capaciteit, daar zijn we het over eens. Die beslissingen hebben we samen genomen en daar zijn we als verantwoordelijk voor de regie der gebouwen ook aan begonnen. Ik denk alleen, in tussentijd moeten we toch eens terugkijken of we iets gelijk Tilburg, of we dat niet kunnen openen. Want er is vandaag een acuut gebrek aan capaciteit. En ik denk het gebrek was veel acuter toen ja, maar we toekwamen. Ja, maar dat weten we. Dus ja, we hebben gezegd, we hebben een veiligheidsapparaat aangetrokken of in het begin van de legislatuur, waar ik u verhalen over kan vertellen. Er is veel gebeurd met de hand op het... Altijd. Er is veel gebeurd, ja, maar het werk mag niet stilvallen. Ja. Het moet echt in dezelfde richting verder gaan, wie dat de volgende meerderheid ook uitmaakt. Okay. En dat is een echt, denk ik, van levensbelang. Over hoe het verder moet, gaan we het nog hebben. Maar eerst even kijken naar deze reportage. Want het stroomplan moest een paradepaardje worden van de samenwerking tussen verschillende politiediensten onderling en tussen politie en justitie. Het zogenaamde Cali-team werkt sinds begin vorig jaar samen om de drugshandel en het daarmee gepaardgaande geweld in te dijken. Maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bart Aerts. Iedereen zit met de handen in het haar. Hoe krijgen we dat klein? Krijgen we het nog wel klein? War on drugs? Zeg, we zijn Colombia aan het worden hier. De veelbesproken War on Drugs, uitgeroepen door de Antwerpse burgemeester ruim 5 jaar geleden. Maar justitie wil niet mee, dixit Bart de Wever. Het is de zwakste schakel. De politiek voert dus ook oorlog. Net als de lokale en federale politie die elkaar bekampen op het terrein. Ik vind het eigenlijk wel diep treurig dat de spanningen die daardoor ontstaan zijn, dat men die niet onder elkaar weet op te lossen. Je kunt het niet dommer doen gewoon, hè. Granaten, schietpartijen, brandende auto's. Een stroomplan moest de drugsbende stoppen, maar de problemen werden alleen maar groter. Door al die aandacht lijkt Antwerpen de enige draaischijf van de cocaïnehandel. Onzin, zegt professor Feinhout, die al ruim 30 jaar het fenomeen bestudeert in België, Nederland en daarbuiten. Iedereen die een beetje de Europese pers volgt en de literatuur, die weet dat men vanaf Spanje tot en met Duitsland, Noord-Duitsland worstelt met die enorme toestromen van cocaïne. Deels als gevolg van de overproductie in Zuid-Amerika, deels vanwege het toegenomen gebruik in de westerse samenleving. België heeft niet alleen een cocaïneprobleem. We telen ook massaal cannabis en we produceren synthetische drugs op grote schaal. De fictie is gebaseerd op ware feiten. Welkom in de Limburg. De grootste vrouwenstreek van West-Europa. Wat als ze er niet bij zeggen, is dat bekend alle ecstasy ter wereld eer wordt geproduceerd. Vergeet de haspengouwse appelen. Vergeet de Grand-Genever. Ecstasy is het grootste exportproduct van de Limburg. Per jaar vertrekken er meer dan 500 miljoen pillen met een straatwaarde van 2 miljard euro. Als je kijkt naar, laten we zeggen, de omvang van het beslag op een samenleving, dan zou ik wel durven zeggen, ja, dat de,
dat die grootschalige wietteelt die hier gegroeid is en die grootschalige productie van de synthetische drugs, dat de, laten we zeggen, de maatschappelijke impact in den brede verder gaat en ingrijpender is dan die cocaïnehandel. Ieder jaar stelt de politie in België 50.000 inbreuken vast in verband met drugs. War on drugs. Zeg, we zijn Columbia aan het worden hier. Kijk het naar de verschuiving. Dat wij niet alleen maar in distributie zitten van wat elders wordt geproduceerd, maar we worden zelf producent, met alle gevolgen van dien. Justitieminister Koen Geens schuift vandaag de Zwarte Piet door naar Jan Jambon, die als minister van Binnenlandse Zaken te weinig geïnvesteerd heeft in de federale politie. De partijen die ook lokaal vertegenwoordigd zijn, hebben in het verlengde van de financiële crisis de federale politie bijna op het punt van breken geplaatst. Hè? De bezuinigingen, de kortingen op de federale politie zijn opgelopen in een aantal onderdelen. En nu wordt het een beetje hersteld tot 30-40%. Dat heb ik zelf kunnen vaststellen. Ook Geens heeft op justitie de voorbije jaren zwaar moeten bezuinigen, terwijl het justitiebudget al legislaturenlang onder druk staat. Als er een stiefkind was in de Belgische begroting, was het toch wel justitie zeker? Kijk ook naar de toestand van het gevangeniswezen. Ja, hoe kan zo'n justitie volop meeblazen in de harmonie, hè, als je zo gekort bent op je middelen? Ik denk dat men een voorbeeld moet nemen aan Duitsland, waar men een soort plan, groot federaal plan voor de rechtsstaat heeft gepubliceerd. En dat gaat over het teruginvesteren in tienduizenden politiemensen, maar met name ook een enorme versterking van de justitie. Zowel in aantallen van procureurs als in termen van de rechtbanken en vooral de strafkamers. En die diepteinvestering die zou Nederland en België ook moeten doen. Een deel van die investering in ons geval moet zijn ook intensievere samenwerking, structurele samenwerking over de grens. Onze gemeenschappelijke inspanningen zijn niet in verhouding tot de ernst van de problemen die wij met elkaar over de grens hebben. Waarom is er geen Joint Investigation Team, een gemeenschappelijk opsporingsteam, onder de formules die de Europese Unie heeft ontwikkeld, waardoor je gewoon met 50 of 100 man in dit hele grensgebied gemeenschappelijk kunt opereren? Want soms komt de cocaïne wel aan in Antwerpen, maar wordt die via de containers hier in Noord-Brabant uitgeladen. Hè? Dus waar hebben we het over? Hè? Men zou, vind ik, ook een gemeenschappelijk politie- en douane- en justitiecentrum moeten maken in dit grensgebied hier. Er zijn er 50 van in de Europese Unie, in alle belangrijke grensgebieden. Maar in een van de grootste, drukste, rijkste grensgebieden, uitgerekend hier, is er geen. Dat is eigenlijk niet te geloven. Meer samenwerking nog dan er al is, daar pleit professor Feinhout voor. Maar dan horen we, lezen we tot in bladen toe waar agenten getuigen dat er binnen de verschillende politiediensten eigenlijk gestreden wordt, ruzie gemaakt wordt. Eerst en vooral meer samenwerking. Ik denk dat we op dat vlak al veel gedaan hebben. We hebben de Nationale Veiligheidsraad in het begin van de legislatuur ingelast en ingevoegd. En ik herinner mij nog goed dat het in het begin een enorme en onder de diensten zelf een enorme terughoudendheid was tot samenwerking en versus de politiek, want dat zit samen in die Nationale Veiligheidsraad rond de tafel. En ik durf zeggen dat dat misschien ook mee door de aanslagen, maar dat dat eigenlijk volledig weggevallen is. Dat die Veiligheidsraad echt wel goed gewerkt heeft. Maar dit gaat over het terrein. Ja, goed, maar ik kom er toe. Twee, het stroomplan moest een paradepaardje worden. Ik durf hier het stroomplan verdedigen tot en met. Dit is de enige aanpak die daar kan. Dat is een nieuwe aanpak, nooit eerder gebeurd in het land. We hebben dat met veel diensten samen gedaan. Justitie, politie, lokale politie, douane, sociale inspectie, de havenautoriteiten ook. De informatiestroom tussen die diensten blijkbaar niet door, ik kom er toe. Dat omdat het nieuw is, dat daar nog kinderziektes in zitten en dat dat nog een gewenning moet zijn om met elkaar te werken, dat daar soms persoonlijke gevoeligheden zijn waar dat op tenen getrapt wordt. Ik stel dat vast en dat moet aangepast. En dat gaat ook iedere week beter en beter. Maar er is geen alternatief voor deze aanpak. Trouwens, professor Feinhout die pleit voor dat... Dat is dat Cali-team, hè? Dat is dat centrum waar inderdaad douane, federale politie, lokale politie mee zitten. Dat nog moet verbeterd worden. Ja, alles des mensen kan altijd beter. Maar de infrastructuur is er nu, de manschappen zijn er, 80
mensen die daar samenwerken. Ik denk qua scanning en zo in de haven dat er nog inspanningen moeten gebeuren. Vandaag wordt er denk ik te weinig van de containers gescand. Maar de basis is gelegd en dit moet verder uitgebouwd worden. Minister Geens, maar dan krijgt u te horen van de voorzitter van meneer Jambon van N-VA. Bart Wever die zegt, ja, justitie is in dit proces te traag. U hoorde ik daarnet ook zeggen, er mag meer geïnvesteerd worden in de federale politie. Dat lijkt dan weer een tikje naar uw collega. Hoe zit dat nu eigenlijk met die samenwerking en die relatie? Ik deel meestal maar tikjes uit als ik tikjes krijg. Dat was in het geval van Bart Wever. En dat was het geval van meneer De Wever. Luister, de parketten in Antwerpen zijn quasi volledig gevuld. Het parket van Limburg is helemaal gevuld. Dat wil zeggen, ik heb geprobeerd wat mij betreft omdat ik weet dat Antwerpen en Limburg zo'n zware diensten zijn, daar tot het zenit te gaan dat ik kon wat betreft het parket. Het is juist dat in Antwerpen, en dat is uitsluitend eigenlijk in Antwerpen, er maar 70% van het kader gevuld is. Dat is nu niet het punt waarover we gaan discussiëren, maar dat moet opgelost geraken. Terzelfde tijd vind ik het erg dat we op die manier zelf ons stroomplan ondergraven hebben door die discussie. Dat was niet mijn gedacht, voor alle duidelijkheid. En ik wil dat graag dichtleggen. Dat was niet mijn bedoeling. Maar in elk geval, de samenwerking bestuurlijk en gerechtelijk in Antwerpen, dus tussen de stad en het parket en de politie, de samenwerking internationaal tussen Brazilië, Colombia en België, de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Men moet toch ook eerlijk zijn. Er zijn de laatste maanden verschillende grote bendes opgepakt in Antwerpen. Dat is niet zomaar gebeurd. Men heeft mij herhaaldelijk verweten dat ik die havenprocureurs niet heb aangesteld. Ik heb die wel aangesteld. En ik heb interceptiefaciliteiten ter beschikking gesteld van de gerechtelijke politie in Antwerpen. En van zijn kant, denk ik, werkt de politie op die dossiers zo goed als het kan. Maar wat heel belangrijk is om in te zien, en collega Feyenoord heeft overigens ons geadviseerd voor de kadernota integrale veiligheid samen met Brijs de Ruiver. Dus ik wil zeker meneer Feyenoord niet tegenspreken. Hij is een zeer goed adviseur. Maar het is duidelijk dat als wij Antwerpen oplossen, wat geleidelijk aan zal gebeuren, dan verschuift Antwerpen naar een andere stad. Dan wordt dat een andere Europese stad. Het is een globaal probleem. Wel, wat ik vooral wil zeggen, is dat we dit ook Europees moeten kaderen. Een joint investigation team is schitterend, zoals we dat nu doen voor het terrorisme. Ik sta daar open voor. Dat wil dus zeggen dat alle diensten, niet alleen in Antwerpen, maar ook op andere plaatsen in het land... Er zitten Nederlanders mee. Er zitten Nederlanders mee. Dus samenwerking op internationaal niveau, prima. Maar ik wil even terug naar hier, naar ons land. Want mensen zien, zagen de voorbije tijd ook af en toe een auto beschadigd of een granaat die gevonden werd of dergelijke meer. We hebben het in het begin gehad over het tekort aan middelen voor politiediensten bij justitie. U zegt dat is een erfenis en we zijn ermee bezig. Die samenwerking, dat komt op gang, dat komt allemaal goed. Maar wat is er dan nodig om die laatste klik te geven? Is dat een kwestie van geld of een kwestie van organisatie of elkaar vinden? Want dat is mij nog altijd niet duidelijk. Maar ik denk de twee. Geld zeker en vast. Als we zeggen dat er in een aantal diensten volk bijkomen. In FGP hebben we ieder jaar 5 miljoen ingestoken. Dus de gerechtelijke politie. Mm-hmm. Om bijkomend manschappen te doen. Maar we moeten ook niet vergeten. Die zitten nergens in een kamer te wachten tot je die open doet en zeggen mensen, we hebben geld, kom nu maar, je kunt aan de slag gaan. FGP, dat zijn gespecialiseerde profielen. Als je die moet aanwerven, opleiden. En die moeten goed opgeleid zijn, want anders hebben we nu ook niet. Dus daar gaat tijd over. Maar ieder jaar hebben we 5 miljoen. En het is waar, in Antwerpen is nog werk te doen. Dus dat is zeker en vast waar. Twee, als we zien dat de samenwerking tussen de lokale politie en de federale politie soms wat stroef loopt, dan zie ik dat de lokale politie totaal anders georganiseerd is dan de federale politie. Aan de kop. De korpschef van de lokale politie is baas van de politie. Heeft zowel de recherche, dus de, zeg maar, de rechtelijke, als de administratieve, burgerlijke politie, wijkagenten, verkeerspolitie en zo, heeft die allemaal onder zich. En hij neemt de finale beslissing als dat iets moet gebeuren. De federale politie, een zeer rare structuur. Je hebt de FGP, dus die rechtelijke poot, je hebt de administratieve poot, bestuurlijke politie, bij scheepvaartpolitie, verkeerspolitie, en noem maar op. Er is daar een commissaris-generaal bovenaan. En als die
een beslissing neemt en die twee poten, gerechtelijk en bestuurlijk, zijn niet akkoord, kunnen die bij hun voogdijminister gaan klagen en zeggen, kunnen we dat daar niet omdraaien? Dus ineens wordt je als minister mee in het operationele werk getreden. Dus zegt daarvan u, heeft Mark alles de, in daarvan, één hand? Daarvan heeft Mark de Mesmaker in de parlementaire onderzoekscommissie gaan zeggen, ik word hier gekort, ik kan zo niet werken. Je installeert dus? Zo een sfeer van vertrouwen. Dus zeggen wij, model van de lokale politie, laat dat ook toe op de federale politie, dat dat allemaal kan beslist worden binnen de federale politie, dat de korpschef van de federale politie, de commissaris-generaal, ook ja. de hiërarchische en meer zelfs dat dat bij één minister zit. Eén minister voor justitie wel, dat en is zo, veiligheid ja. is een voorstel is een uit tweede, jullie programma. Dat is een tweede element. Dat is waar, dus je hebt de superminister, heel kort. Politie en justitie samen moeten criminelen pakken, veroordelen en zorgen dat de straf uitgevoerd is. Waarom brengen we niet alles wat criminelen pakken betreft onder de voogdij inderdaad van één minister. En wie van jullie mag dan die superminister zijn? Meneer Geens, ziet u dat zitten? Misschien op die hij manier? Niet en misschien ik niet, maar misschien ons opvolger. Zo, kijk, alles dat in is, één dat hand, is, dat, is, dat is het punt niet waarover nee. we vanavond gaan discussiëren, denk ik. Het is zo dat dat in Nederland gecombineerd wordt in hoofden van één persoon. Ja, maar daar is dan een staatssecretaris of een andere minister, laat ons zeggen een onderminister, zoals dat ook in Engeland bestaat, die dat samen doet. Ik vind dat een zeer uitgebreide bevoegdheid. Ik moet zeggen, ik heb deze legislatuur maar niet alleen... Maar een goed idee of niet? Ik denk dat het in ons land op dit ogenblik geen draagvlak zal vinden. Ik heb ook begrepen van collega Jan Bon dat hij dat zelf denkt. Maar er zijn momenten in de legislatuur waarop je wel denkt, dit zou op dit ogenblik gemakkelijker zijn. Ja? Gemakkelijker maar de justitiemensen, en met name de magistratuur, vindt dat echt geen goed idee. Om duidelijk te zijn, omdat zij bang is dat Binnenlandse Zaken de greep gaat krijgen over het gerechtelijk apparaat. Een terechte dat zorg? Dat is een mogelijke zorg. In Nederland valt dat heel hard mee, maar ik begrijp wel dat men daar op zich voorlopig nog niet voor gewonnen is. Maar hoe dan ook, zal men twee personen nodig hebben. Men kan dit megadepartement, ik heb denk ik een van de breedste departementen die er bestaat, van kansspelen tot erediensten, met gevangenissen, rechterlijke orde en alles wat erbij komt daartussen. Dit is ontzettend nee. breed. Geen draagvlak voor dat idee van u? Ja, heel kort nog. We hebben ook toen we dat idee voorstelden van we willen dit niet opleggen, maar in overleg met de... Ik bedoel, dus dat is niet geen breekpunt bij deze verkiezingen? Nee, dergelijke dingen moet je met de stakeholders eerder... Allee, je moet daar draagvlak voor creëren en niet opleggen. Ja. Zeggen manu militari. Dus, maar ik ben het deels eens met collega Geens. Maar je zou wel het onderscheid... Dus dat je dat niet allemaal onder één, maar je zou het wel, ik ga nu een beetje populistisch zeggen, boeven vatten en boeven veroordelen uiteen kunnen trekken. Maar alle bevoegdheden rond boeven vatten wel bij die ene minister zetten. Maar niet wat... in de politiestructuur allemaal onderbrengen, maar wel ja. onder de... Maar om dan de cirkel rond te maken, wat ja. hebben die agenten daaraan die op dit moment met auto's rondrijden waarvan ze niet zeker zijn of die hun eindbestemming halen? Daar hebben ze en niks de gebouwen. Daar moet gewoon geld... Dus dat is daar geen nee. oplossing dus daar voor? Dus daar wil ik ja. nog... Maar als ik er één ding op mag... Ik vind ook de financiering... Dus geld is er vrijgemaakt voor de federale politie. Maar als je dan ziet hoe moeilijk de procedures en wij zullen op de onderhandelingstafel leggen dat de politie met een enveloppe financiering. Wat is het vandaag? Want de agenten zeggen ook boeven, die ja. waar u het over ja. had, die maken nu meer kans om door de mate van het ja. nuttigen. Maar dat geloof ik niet. Maar wat is het vandaag? Je zegt voor personeel zoveel, voor wagens zoveel. Op een bepaald moment ziet men, we vinden het personeel niet. Maar we hebben geld over, we hebben ook nog een behoefte aan wapens. En dan zegt de baas van de politie, laat ons zelf beslissen en dan hoe dan we dat besteden. Ik ben dan voorstander, samen met de baas van de politie, te zeggen, ja, als je de mensen niet vindt, los dan tenminste het probleem van wapens of wagens op. Dus geef aan de politie een vast bedrag, een bedrag. Zeg tegen de politie een beheersovereenkomst. Dat en dat willen we dat jullie opleveren. En hier is het bedrag dat jullie hebben. En dat jullie kunnen zonder heel die poespas. Want aan het einde ja. van de rit gaat die ja. budget verplaatsen. Er is toch wel een beetje een probleem wat betreft de aantrekkelijkheid van de federale gerechtelijke politie, dat moet opgelost worden. Op dit ogenblik bij de recrutering is het zo dat er maar 21% van de recruten naar de federale politie gaat en dat er 33% naar de federale politie zou moeten gaan. Bovendien, wat de financiering betreft, de mensen beseffen dat niet altijd, maar de federale staat steekt in de financiering van de lokale politie 1,1 miljard per jaar en de totale kost van de politie is 3 miljard. Dat wil ja. zeggen dat de lokale besturen 1,9 bijleggen. En dat zou dus meer mogen zijn. Ik vind persoonlijk, ik heb
gezegd 210 miljoen meer. Heel kort. En dat wij de federale politie beter moeten bemensen, zeker de gerechtelijke politie. Ik ben het niet eens, dat wil ik nog zeggen, met collega Jan Bon, dat het één directeur moet zijn per arrondissement. Omdat lokaal, moet u zien, de gerechtelijke zuil lokaal is zeer beperkt, dat is 8-10%. De gerechtelijke zuil federaal, dat is meer dan 33%. En ik denk dat we daar echt de gerechtelijke apart moeten laten, niet van een unieke politie af te wijken, maar wel zijn eigen directeur moeten geven, waar justitie een zekere greep op houdt en waar de parketten een zekere greep op houden. Heren, ik dank u voor dit debat.